Meer dan 200 miljard euro, dat is een 2 met 11 nullen, heeft de Nederlandse staat gegarandeerd aan leningen. Aan landen als IJsland, Griekenland en Ierland, maar ook aan de ABN AMRO en andere banken. Als ze failliet gaan, draait de Nederlandse staat, en dus u, daarvoor op. Maar minister van Financiën Jan Kees de Jager die zegt, het kost ons niks, sterker nog, we gaan er winst op maken. Vooraanstaande economen vinden dat de minister de risico's onderschat en daar moet hij veel eerlijker over zijn. Politici moeten ophouden te doen alsof het geven van garanties gratis is. Want dat is buitengewoon schadelijk voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Een garantie, dat klinkt een beetje vrijblijvend. Hè? Je hoeft daar geen geld voor te verschuiven. Je hoeft maar een brief te ondertekenen. Ik sta garant. Ik denk dat het verstandig is voor de politiek om helder te maken dat wat we doen, die garanties, dat daar een prijskaartje aan hangt. De Nederlandse overheid staat voor vele miljarden euro's garant. Totaal gaat het nu om ruim 200 miljard. Vooral door de financiële crisis is het bedrag flink opgelopen. Door de verleende garanties aan banken en verzekeraars en aan andere Europese landen. Maar het ministerie van Financiën heeft op de begroting hiervoor geen dekking opgenomen. Vooraanstaande economen waarschuwen voor de risico's hiervan. We geven aan gezondheidszorg ongeveer 60 miljard uit per jaar. We geven aan onderwijs ongeveer 30 miljard uit per jaar. Dus die 200 miljard, dat is een heel groot getal. Kijk, we hebben van ondernemingen geleerd dat zaken buiten de balans halen. En dat gebeurde begin van de jaren 2000 bij Enron, WorldCom, Ahold. Dingen buiten de balans. Dat niet betekent dat die risico's weg zijn. In de bankaire crisis hebben we hetzelfde gezien. Banken dingen buiten de balans geplaatst. Waardoor ze beter leken voor te staan dan het was. En eigenlijk doet die overheid heeft dezelfde neiging om dat te doen. Die garanties kunnen natuurlijk op een gegeven moment ingeroepen worden. En met name in een situatie dat het toch waarschijnlijk al heel slecht met de economie gaat. Op het moment dat de overheid al heel moeilijk aan geld kan komen. Op dat moment kunnen die garanties ingeroepen worden. En dat is een groot risico voor de belastingbetaler. De economen vinden dat de overheid duidelijk moet zijn over de risico's die verbonden zijn aan de garantiestellingen. Maar minister De Jager van Financiën benadrukt liever dat we juist geld kunnen verdienen aan de garanties. Voor die garanties die hoeven we dus geen geld over te maken. Maar voor het feit dat we garanties geven, moeten de Ieren, wat dan heet 300 basispunten, dat is 3% per jaar voor alleen die garantie, moeten ze betalen. Dat is meer dan het risico wat je loopt. Dus dat is heel fors. Ik vind het laakbaar van de minister van Financiën dat hij dit soort uitspraken doet. Want garanties zijn niet gratis. De Nederlandse belastingbetaler staat bloot aan groter risico. Dat risico heeft een prijs. De economen vinden het de hoogste tijd voor verandering. Ik denk dat het goed is om beide kanten van de medaille in beeld te hebben. Dus zowel de verdienkant, die er ook is, maar ook helder voor het parlement en de kiezer in beeld te brengen wat het ons kost. Dat hoort gewoon bij de democratische verantwoording. Dat we niet alleen de positieve kanten van de garantieportefeuille in beeld brengen, maar ook de kosten. Maar de overheid moet vooral ook gewoon stresstesten doen op haar eigen inkomsten en uitgaven, op haar eigen balans eigenlijk. Van wat gebeurt er met onze overheidsboekhouding als er iets tegen zit? En zitten wij dan nog steeds in de veilige zone? Dus die stresstesten, die je ook bij banken nu ziet, die moet de overheid zelf ook gaan doen. En bij ons in de studio, oud-minister van Financiën en oud-bankier bij Citibank, Onno Ruding. Welkom. Dank u. We horen de economen zeggen, garantiestellingen zijn niet gratis. Sterker nog, er zit een groot risico aan verbonden. Wat is uw opvatting daarover? Ja, garanties zijn zeker niet gratis. En er zijn grote risico's aan verbonden bij zulke enorme bedragen. En dus je moet dat heel serieus nemen, die risico's. En alleen de staat moet bepalen of die de risico's wil aangaan. Ik denk dat dat wel verantwoord is geweest, die risico's waar we het nu over hebben en die garanties. Alleen je mag niet zeggen dat dat bijna zeker leidt tot winsten voor de staat. Nee, want doet u eens het omgekeerde scenario. Wat zijn de risico's en waar zijn de risico's het grootst van die garanties die nu uitstaan? Nou, dat weet je nooit bij garanties. Ik ben niet somber over de risico's, maar ze zijn er. En ik herinner me dat in het begin van zijn optreden als minister, minister De Jager, de indruk heeft gewekt dat dat bijna zeker tot winst zou leiden. Toen heb ik gezegd, ja, dat kun je niet zeggen. Je kunt pech hebben en dan is er een verlies. Het enige wat je kunt doen is ten eerste zorgen, en dat ben ik met De Jager eens, dat je een goede buffer hebt bij je overheidsfinanciën, dat je algemene overheidsfinanciën in orde zijn. Lage schuld, klein tekort. Want als het dan tegenvalt, dan met die garantie kun je dat aan. Maar laten we eens kijken naar bijvoorbeeld IJsland. De miljarden die we daar hebben uitstaan.
is dat uitgemaakte zaak, dat dat geld terugkomt met de rentes die er beloofd zijn? Nee, dat is geen uitgemaakte zaak. Ik heb er altijd aarzeling over gehad, over die IJslandse zaak, omdat dat zo'n enorm bedrag was voor zo'n heel klein land. En dat krijgen we waarschijnlijk wel terug, maar dan zul je jaren moeten uitstrijken, moeten wachten tot ze dat kunnen terugbetalen. Decennia wordt daar nu voor uitgetrokken. Ja, voor terug. Ja. Wat vindt u een acceptabele termijn? Hoe snel zou je dat geld als Nederlandse staat terug moeten hebben? In hoeveel jaar? Nou ja, dat hangt van het geval af. Ik vind IJsland een ongelukkig voorbeeld. Dat duurt te lang. Andere, ik vind zo tussen de 5 en 10 jaar... na datum van de garantieverlening, vind ik nog aanvaardbaar. Je kunt niet verwachten dat je het in een paar jaar terugkrijgt. Ja. Maar je moet er wel voor zorgen dat je in die tussentijd een hoge vergoeding krijgt. Dus een premie, ja. Hè, provisie voor die garanties. U heeft een soort wet over die garanties. Hoe luidt die? Nou, als minister, ik had een aantal wetten bedacht. En dit was geloof ik nummer 2, dat de weg naar de budgettaire hel is geplaveid met garanties. Ja. Dat is natuurlijk een negatieve. Dus ik vond toen al dat je heel kritisch moest kijken naar garanties. En u had niet voor zo'n kapitaalbedrag uitstaan aan garanties als wat we nu op Nee, gelukkig wel. Die problemen hadden we niet. De garanties waren toen relatief beperkt qua omvang en niet gering. Ja. En die zijn, dat is geen verwijt hoor, en de huidige minister, zijn enorm geëxplodeerd de laatste jaren. Om die bekende alle redenen. En daar heb ik wel vrede mee. Maar je moet natuurlijk die cijfers heel duidelijk bekendmaken. Maar dat hebben ze gedaan. U kunt het zo in de miljoenennota vinden. Ja, het staat er wel in, maar het staat natuurlijk niet op de begroting of in het budget. Het is genoemd, maar er wordt geen rekening mee gehouden. Dat is natuurlijk riskant. Het zit in de begroting, maar ze hebben het apart gezet van het begrotingstekort. Ja, maar dat klinkt een staatsschuld. Beetje, dat klinkt als Mickey Mouse boekhouding. Nee, als je dat duidelijk zegt en zegt dit is een heel aparte situatie, vind ik dat aanvaardbaar. Daar is niks geheimzinnigs of vreemds aan. Je mag alleen niet zeggen dat je bijna zeker bent dat je daar winst op maakt. Want dat weet niemand. En dat is het beeld steeds. Hè? Dat wordt toch steeds gezegd van ja. we gaan daar winst op maken. Maakt u zich geen zorgen. We krijgen dat geld terug. In uw optiek, wat is het risico op die 200 miljard aan garanties die uitstaan? Waar zou u als zorgvuldige boekhouder, zo kenden we u, rekening mee houden wat het risico is op dat bedrag? Nou ja, je weet nooit bij garanties waar het eventueel mis kan gaan. En ieder van die onderdelen is verschillend. Ik denk, u noemde het al, de IJslandse zaak is denk ik het meest riskante. Daar had ik ook aarzelingen over. Ik meen dat die andere bedragen, dat op termijn wel goed komt. Alleen je zult soms wat meer geduld moeten hebben, die terugbetaling. Mm. En of het beëindigen van de garantie dan je van tevoren hoopt. Nee, je krijgt er een goede beloning voor en dat moet ook natuurlijk. Waar ik moeite mee heb is dat nu de begrotingstekort, dat hebben de meeste mensen niet door, wel profiteert van die garanties. Wat ik vreemd vind, omdat de ontvangsten, die provisies, die ik uitstekend vind, die worden als een pluspost geboekt op de begroting en verkleinen dus het begrotingstekort. Ja, je kunt niet de garanties zelf helemaal buiten haakjes zetten. Mm. En dan deze post toch weer binnen. En daar zou ik als minister van Financiën toch wat anders tegenaan kijken. We praten natuurlijk over een scenario waarin het allemaal een beetje rustig en kalm aan verloopt. Er was net een programma op televisie op deze zender de dag dat de euro valt. Laten we een rampenscenario nemen. Stel voor dat het echt helemaal misgaat met Ierland of Griekenland of misschien zelfs wel Spanje. Dan kun je toch fluiten naar die garanties en naar dat geld, of niet? Je hoeft dan niet te fluiten ernaar. Dat kan dan leiden tot een lange termijn. Dat die leningen of de gegarandeerde leningen worden terugbetaald. Dat die garanties langer lopen dan je denkt. Maar daar staat ook nergens bij hoe lang ze zullen lopen. Dat is opengehouden nu. Maar stel voor een land gaat failliet zoals Argentinië. Dat kan ook gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Als dat gebeurt, dan heb je natuurlijk een probleem. Ik geloof dus niet dat het probleem met de euro zelf zit, als daar iets mee gebeurt. Nee, het zit met debiteuren, dat zijn dus die landen zoals u noemt, of banken. Hè, als dat zou gebeuren, wat ik niet verwacht, ja, dan heb je natuurlijk een fors gat. En dan zul je dus op dat moment een enorm gat in je begroting moeten, Nederland, maar ook andere landen natuurlijk, die meedoen, moeten boeken. En voor alle duidelijkheid, die 200 miljard, dat is 1/3 van de totale begroting die we hebben jaarlijks. Ja. Ja, vindt u het verantwoord, stel voor iemand klopt aan de deur in Nederland en zegt we hebben toch nog wat meer geld nodig voor Ierland of Griekenland. Zegt u dat die 200 miljoen garanties, dat kan nog wel uitdijen tot 300? Of zitten we aan de tax nu? Nee, als u het zo vraagt, misschien niet voor Ierland of
of Griekenland. Maar dat kan nog een ander land kan erbij komen. En dus ik houd met de mogelijkheid rekening dat dat nog een hoger bedrag wordt. Ik vind wel dat de staat de mogelijkheid moet hebben, als de staat meent, de overheid, hè, dat het in het publiek belang is van ons allen, dat je zo'n garantie geeft omdat de financiële, de marktpartijen daar niet toe in staat zijn, dat je dat moet kunnen doen. Het is wel ons eigen belang, ook om die euro, naar mijn mening, en de interne markt in stand te houden. En dan, ja, daar loop je risico's bij. Dat kan ik niet ontkennen. En of die onverantwoord zijn of verantwoord, dat zal de tijd leren. Dat zal de tijd leren. Ik vind tot nu toe dat het verantwoord is, behalve IJsland, dat is dan een grensgeval. Ja. En voor de rest denk ik dat dat tot nu toe verantwoord is. Dus ik steun het beleid wel, alleen de presentatie is soms misschien iets te optimistisch. Ja, er zou duidelijker gezegd mogen worden dat het ook ons ook veel geld kan kosten als het misgaat. Ja, dat kan, ja. Dank u wel voor uw commentaar. Graag gedaan.